Gereguleerder, gemoedelijker, maar net zo gretig was de traditionele plantenruil van groei en bloei bij als vanouds stadsboerderij Beeklustpark. Het gaat toch anders dan voorgaande jaren. Ik herinner me nog een enorme stormloop op plantjes. Hoe zit dat nu? Nou, we hebben het door de corona geleerd, noodgedwongen geleerd dat we het anders moesten doen. En toen hebben we een ervaring opgedaan. De mensen die waren enthousiast. Want heel veel mensen vonden het toch wel best problematisch om inderdaad zo'n stormloop te hebben. Dat was meer zo van wie het snelste rent, die heeft het meest. En dat vonden heel veel mensen toch ook vervelend. Had ook zijn charme, moet ik zeggen. We hebben nu het op de volgende manier gedaan. De mensen krijgen een plekje in een soort cirkelvorm. En dan gaan we... Als iedereen zich opgesteld heeft, zeg maar, gaan we een rondje maken per 3-4 mensen. Kijken wat interessant voor jou is. Dat kun je dan aangeven aan de desbetreffende persoon. En zeggen van, oh, nou, straks heb ik daar wel belangstelling voor. Het gevolg is dat degene die dus daar staat ook weet van, hey, dat plantje, daar zijn veel belangstellenden voor. En dan kun je onderling een beetje regelen van, nou, ik wil hem wel graag hebben. En stel je nu voor dat diegene zegt, ja, maar ik heb er maar 2 en er zijn wel 4 of 5 belangstellenden. Dan zou je even adressen of uit kunnen wisselen of met elkaar afspreken. Kom ook een plantje halen als je nog thuis genoeg hebt. En dat resulteerde niet alleen in een eerlijke verdeling, maar ook in de gelegenheid om te vertellen hoe het beste met de aangeschafte planten om te gaan. En na afloop natuurlijk gezellig koffie drinken.